Voor onze ouderen, geloof ik, beste kijkers, komt er gratis openbaar vervoer. Nou, wat ons inzet is met deze begroting, is niet om voor de arme ouderen in Amsterdam, dat is een groep van 15.000, 16.000 mensen, om te zorgen dat ze buiten de spits gratis toegang hebben tot OV. Wat is een spits? Dat is het verschil tussen werk- en daluren. Ja. En het probleem, zeg maar tussen 10 en 4 en tussen 8 en 12 of zo? Ja, ja. Dat is, ik kan een uur van afwijken. Het gaat erom dat we buiten de spits hebben onrendabele lege stoelen staan. Daar zit maatschappelijk winst in, om net als andere steden waar het men wel is gelukt, om een scherpe deal met eigen voerder aan te gaan. Ja, want Rotterdam doen ze dat bijvoorbeeld al, maar dat wil ze het ook alweer af gaan schaffen. Nou, in Rotterdam doen ze het en volgens mij willen ze het niet afschaffen. In Dordrecht doen ze het. En in Den Haag, wat een vergelijkbare omvang van een oudere doelgroep als ons heeft, hebben ze een hele scherpe deal met hun eigen voerder afgedwongen. Wat erop neerkomt dat die ouderen dus buiten de spits gratis met de OV kunnen reizen. Met als groot voordeel natuurlijk dat iets betekent in deze moeilijke tijden, 30% duurdere OV. Dat er een koopkracht van die ouderen tegemoet komt. Maar daarnaast ook gewoon zorgt dat de ouderen veel vaker de deur uit zijn. Levenskwaliteit toeneemt. Noem maar op, allerlei zaken tot dementie. Ja. Het is goed dat we die ouderen onder ons hebben in de stad. En volledig actief meedoen. Ja. Ouderen, geldt dat ook voor mij? Welke leeftijd gaat het in? Nou, ik had in gedachten 65. Oh, volgens mij nog, verdomme. Daar heb ik mooi pech mee. Ja. Ja. Dus alle 65-plussers, dat gaat gewoon rondkomen. Die moeten we even gelukkig kijken. Die krijgen wel in deze tijden van bezuiniging een meevallertje van Amsterdam. Nou, daar strijden we dus voor. En de bedoeling is om met kadernota de aanvullende dekking te regelen, het pakket op tafel te hebben. Ja, dus volgend voorjaar gaat u het geld wel erbij regelen, dat is het verhaal. Dat is helemaal het inzet. Ja, wanneer moet het dan ingaan, 1 september volgend jaar? Dat zou mooi zijn. Dat zou de inzet zijn. Dat zou mooi zijn. En laten we hopen dat we er met een goed deal uitkomen. Ja, beste kijkers, één slecht nieuws. Ik ben nog geen 65, dus ik moet ook nog steeds betalen. En die tarieven gaan omhoog. Maar dit is goed nieuws voor alle mensen die op 1 september volgend jaar wel 65 zijn. Als het lukt, kunt u gratis in de daluren met het OV in Amsterdam. En dan maar hopen dat ze op tijd rijden, maar dat is een ander verhaal. En het is maar dat u het weet.